Hoi. Hoi, Nedart. Nieuwe museum, hè, meneer? Nieuw museum, ja. Stadepas. Ja. Even snel een kijkje binnen. Hè? Ja. Nou, kom maar. Ja, die brandt hier wat verzameld. Ja. Echt wel. En die verzamelt echt alles, hè? Ja. Ja, je kunt niet iets noemen wat hij niet heeft, volgens mij. Nee. Bedankt! Love me mellow, love me mellow. Oh. Netjes zwemmen, dan spinnen we bestaan. Ja. Ontvangstcomité. Ga je zelf rijden, Andries? Tuurlijk, ga zelf rijden. Wat is achteruit doen? Oh, dat gaat automatisch. Mooi, Klaas Zinnebeek! Er staan twee racefietsen. Ja, we hebben met de markt won, hè? Fietsers zijn dat, Harry de Vries en Jan Greveling. Laat ik hier beginnen. Wie is dit? Harry de Vries. Harry de Vries. En nou, daar bij jou zit Jan Greveling, hè? Dat ben ik, Jan, hè? Zijn jullie geoefende fietsers? Nou, wij zijn mountainbikers, zeg maar. Wij fietsen ongeveer 100 kilometer in de week. Dus maar dat is toch anders dan op een racefiets? Inderdaad, daar hebben we nog op gezeten. Dus. Dit voelt niet lekker. Nou, dat weet ik niet. Ik moet afwachten. Ik moet overal op trappen, dus wat dat betreft. En hoe zit het met bergervaring? Weinig. Weinig? Heel weinig. Want op een mountainbike ook wel een beetje door de barring en Robmeur, ja, heb ik begrepen. Nou, het enige wat west bent is Limburg. En, maar ja, er zit niet kwartier bergop. Dus, En de bult van Wijster ook niet? Nee, daar komen we niet. 3, 2, 1, go! En daar gaan ze in Klazineveen. Harry de Vries en Jan Greveling. Ze moeten de Mont Ventoux op gaan fietsen. 21,5 kilometer naar de top. Geluk hebben ze wel, want de onderkant van de Mont Ventoux is niet kaal. Net als de bovenkant. En daar vriest het ook nog niet. En het begint heel rustig. Heel rustig met 4,2%, 5,2% stijgingspercentage. Wat auto's er langs. Margriet, het gaat hier hartstikke goed. 34,9 kilometer per uur. En bij jou? 32,9 kilometer per uur. En de afstand is nou 0,24 kilometer. Ah, 0,27. Jongen, je ligt een beetje voor. Dat gaat goed, hè? Dames en heren, hier zijn ze dan. Mooi werk in de blote kont! Waar zijn die handen van de Zinnebeek? Hey! En dan doen we dat Sudrens, jongens. Op Sudrens, ik doe één keer vuur. Messi, daar komt ie. 1, 2, 3, hey!
applaus voor het gezelligste dorpje van Drenthe, Klaasinneveen! Mooi, 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 mooi werk. Wat heeft Klaasinneveen inzameld? We hebben nogal wat comité's en verenigingen. En die hebben misschien nog wel wat geld in de kas. Ja. En daar zijn we heen gegaan. En, ja, ze hebben heel goed meegedaan. Ja, ik heb ze even opgeschreven. Nou, kom maar op. Hebben meegedaan. Ieder naar Rato, ieder hetzelfde deel. Handelsvereniging Klaasinneveen, de Stichting Klaasinneveen Promotion en in de Stichting Klaasinneveen 125 jaar. Daar zat ook nog in kas, dat is al 2 jaar geleden, maar ook daar konden we nog wat uit de kas beuren. En namens al die Klaasinneveeners hebben we bijeengebracht. Oh, 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 daar komt de duur, daar komt de check. Ratatata, ratatata. Meeroffelen, meeroffelen, daar gaan we het, meneer. Al die verenigings in Klaasinneveen, je hebt Eugène, laat eens zien aan het publiek ook. Hoeveel is het? 3000 euro. Oh, wat een mooi bedrag zeg. 3000 euro, wat een geweldig bedrag. Dat kunnen we beschrijven voor de Stichting Malvertoe. Klaasinneveen. Dankjewel. Kom op jongens, sleep hem erdoor. Sleep hem erdoor, hij moet het halen. We nog gaan nog een 17 seconden. 15 seconden nu op dit moment nog. Hup Jan, hup Harry. Gaan we zo met z'n allen even aftellen. Hè? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Oh, Harry. Je bent er, jongen. Ja, nog niet op de top, hoor, maar je bent er wel. Bij de finish. Ik vind het prachtig. Eén wacht, Jan moet hem tegen mij aanleunen, want die valt er bijna vanaf. Nee, glad aan. Glad aan. Sorry, hoor. Alles is glad. Nou, dat geeft niks. Nou wel, ja. Harry, is het een rotberg? Het is een behoorlijke berg, ja. Het is te doen. Jammer dat we die in Drenthe niet hebben, hè. Een beetje meer oefenen. Hé, hey Andries, zullen we eens even gaan kijken? Ja, zal jij eerst doen? Doe jij maar eens eerst. Het begint met een vive hier. Ja? En het is echt een best eind. 5,60 kilometer. Applausje voor Jan. Voor Jan Greveling. Harry, die zit helemaal stil. Die denkt, ik ben er weer bij. Ik kan die bult wel weer voor de tweede keer op. Hij heeft de snelste tijd tot nu toe van de trektocht. 6,87 kilometer. Alsjeblieft. Onze klimgeider Klaasinneveen, hè? Nou, je krijgt van ons de bidon. Kijk eens hier, dat is alvast het eerste. En ik weet wel zeker, bijna 99% zeker dat je op 4 augustus weer moet verschijnen in Mechelen. Ja, want het is tot nu toe de vaste. En hij is in ieder geval de koploper deze week samen met Herman Lang uit Valte. Dus hou hem in de gaten, 4 augustus actiedag. En dan gaan we nou het trektochtlied zingen. Ja, zullen we eens kijken of ze het kunnen? Ja, Klaasinneveen, hier gaan we het trektochtlied. Laat mij maar lopen. Goedemorgen. 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 Goedemorgen, Klaasinneveen. Hoi. Het breiwerkje. Voor de lantaarnpalen. Het kunstwerk om de lantaarnpalen. Zo, is er een stuk bij aangekomen. Hé, hey, maar de mestrine, want jullie zijn met 3 vrouwen bezig geweest. Ja, en die andere is aan het werk. Oké. Okay. Oh. En jullie dachten allemaal, iedereen nog een stukje door? Ja, iedereen een stukje door. De hele nacht of niet? Nee, dat niet. Oké. Okay. Vanmorgen vroeg? Ja, vanmorgen vroeg. Oké. Okay. Nou, geweldig. Dankjewel. Alsjeblieft. En we gewoon in schoenen in de plastic put. En we gaan weer. Mee dat ding. Dames,
Bedankt. Zo, van Klazineveen naar Schonebeek vandaag. In één rechte lijn zie ik wel. Ja, is dat varren naar Schonebeek? Nee. Alhoewel, kijk maar op de koord. We gaan via Barger Oosterveen, zie ik wel, door Erika heen, door het tuinersgebied heen, Amsterdamse Veld. En dan had je dan rechtstreeks op Schonebeek aan kunt met een Ween-Ummelandse reis maken via het Oosterse Bos. Heel mooi trouwens. Middendorp, Schonebeek. Geweldig. En we hebben er terug weer bij. Nog wel. Gelukkig wel, ja. Nou, zullen we aan de wandel dan? Ja. 5,